De VVD ontpopt zich wel tot een rupsje nooit genoeg op deze manier. Want zij hebben in die afspraken van september hebben ze gekregen dat het recht op gezinshereniging beperkt werd. Nou, dat is dus nu niet genoeg. En daar moeten ook nog meer instroombeperkende maatregelen bij komen. Wanneer is het nou genoeg voor de VVD om zich te houden aan afspraken die zijn gemaakt, intern in de coalitie, en kamermoties die kunnen rekenen op een brede meerderheid? Wanneer gaat de VVD nou leveren? Wanneer stoppen ze met dwars zijn? Wanneer houden ze daarmee op?